De kleuren kwamen prachtig uit de verf dankzij het winterzonnetje in Wouwse Plantage. Carnavalsliefhebbers trotseerden de kou om te kijken naar de optocht. Met 38 deelnemers was hij weer behoorlijk groot voor zo'n klein dorp. Maar ja, geen concurrentie van andere dorpen. Motto dit jaar in Masterpinnenland: we zijn niet te temmen. Dus het werd een beetje een beestenboel. Hoe dan ook, Wouwse Plantage heeft de allereerste echte carnavalsoptocht van Brabant en zelfs van Nederland. Wij zijn eraan gewend, wij weten niet beter. Wij moeten wennen dat het volgende week ook nog is. Dus ik vind het goed geregeld hoor. Nou kunnen we 2 weken carnavallen. Meer kan een echte carnavalsvierder zich niet wensen. Nou ja, een lekkere temperatuurtje misschien. Maar ook daar hebben ze in Masterpinnenland natuurlijk een oplossing voor. Al moet onze verslaggever daarvoor wel even door de zure appel heen. Dat drink ik alleen niet. Waarom niet? Nou, dat is lekker hoor. Dat is hier lekker. Zoetig. Ja. Dat is maar zoet, dat spul. Dat kun je zo opdrinken. Voorzichtig een poging wagen. Ja hoor. Slokkie, even proeven dan, zomaar. Hebben we ook een aantal vragen? Het is zoet hoor. Heel lekker. Kan niet beter. Dat is toch lekker? Ja. Nou, dan blijft er nog maar één ding over en dat is... Vanavond naar het jeugdbal. Maar goed, eigenlijk zijn we daar iets te oud voor, maar we gaan het toch nog een keer proberen. Maar de echte jeugd beleefde vanmiddag natuurlijk al de grootste pret aan het tegenhouden van de carnavalstoet. Jawel, die kunnen gewoon het touw breken. Ze zijn wel sterk hoor. Ze rijden niet in één keer gewoon stop. Die zijn te sterk daarvoor. Maar toch probeer je het. Ja, als ze niet door kunnen, dan is het weg. Gelukkig is dat helemaal goed gekomen en vanavond gaat het carnavalsfeest natuurlijk onverminderd door. En dat 2 weken lang.